Dit is de allereerste Weekend League potje in EFFC 25. We hebben hier met 5-2 gewonnen. We gaan de doelpunten laten zien. 5-2 gewonnen. We stonden 1-0 achter als alles kan geladen worden. We kwamen even 1-0 achter door een hele mooie doelpunt van Chiesa. Goeie R1 dribbel. Beetje geluk tussendoor. Ik kon me niet genoeg tijd switchen. Hij schoot in een lange hoek. 1-0 achter. Maar ik bleef heel rustig. Raheem Sterling maakte de 2-1. Na een goede paas van Fernandes. Over de lokpaasje. Raheem Sterling. Inside forward is die. En een paar buitenvoetje. De 1-1. Maakt nu heel snel naar de 2-1. Door een fout van hem. Dekte paas en dekte schieten. Hij maakt een fout. R1 pasen. En Verhoek Trossard. Rust ook met 2-1. En na de rust komt hij heel goed terug. Goed uitgespeelde actie. R1 dribbel weer. Naar buiten om. Terwijl ik dacht, oh shit, ik moet mijn gat dichten. Ging hij juist andersom. 2-2. Ik bleef rustig. En we maken met Raheem Sterling de 3-2. Heel goede R1 dribbel. Een beetje geluk hier. Echt. Maar ja, goed. Soms heb je dat mee. Soms heb je tegen. Tegen is nooit leuk. En dan maakt de 4-2. Saka. Overheen de balletje. En Fernandes. In één keer. Boom. De 4-2. En de 5-2 was de... Hij was AFK. En dat is dit. Hij was AFK. Weet je wat? Waarom niet? Meer doelpunten toch beter, hè? Dat was 5-2. En als je ziet de wedstrijdoverzicht. Halverwege was het 1.5 voor hem en 1.4 voor hem. Verwachte doelpunten. Hij is omgekeerd. De tweede helft was een stuk beter voor mij. 3.7. Dus in het eind terecht gewonnen. En we hebben de eerste pot van de Weekend League gewonnen. De allereerste. We gaan 1-0 op dit moment. En dan zie je bij de wedstrijd 2 wat we gaan doen. En dit is de tweede pot. Ging wel een stuk moeilijker dan de vorige pot. Het kan zijn trouwens na een potje dat je iets meer geïrriteerd zijn, ja of nee. Ligt eraan net wat in de game is gebeurd. Maar goed, we hebben 2-1 gewonnen. We gaan nu 2-0. We hebben even een rewards. Want je moet nu al 2 winnen in de Weekend League om rewards te krijgen. 0 winst krijgen niks. Het wedstrijd Oosterd was gewoon duidelijk de mijne. Hij had hem 1 schot, was ook 13 doelpunt. Als je ziet, hij heeft eigenlijk maar 1 schot. Dat was het doelpunt. Voor de rest heeft hij niet heel veel klaargemaakt. Hij kon mijn verdediging niet breken. Goed, we kwamen 1-0 achter direct. Als je even kijken. We begonnen redelijk sterk. Hier met Saka. We hebben een finesse shot net voor langs. Hierna kwam 1-0 achter. Goede run voor hem. Over de bal. We krijgen hem niet bij. Hij scoort hem. Ik kan mijn vinger ten nota bene. Maar goed. We bleven rustig. En we kregen steeds meer kans dan kans. Saka probeert hier. Sterling met een finesse. Goede redding. En de 1-1 kwam na rust. Na rust was wij wel iets beter. Goed vrijgespeeld. Goede lop. Dit jaar lops zijn we stukken beter dan vorig jaar. Vorig jaar had je dit net nog kunnen scoren. En nu nog steeds wel. Met de keeper een beetje half uit. Goed, 1-1 maken we net naar rust. Ideaal. Dan zitten we betekenen dat er de druk op hem ligt. Want hij heeft echt doelpunt tegengekregen. Ja, dan kan je zo zijn dat je niet heel goed de tweede helft begint. We kregen hier wel een kansje. Ja, zeker een grote kans. Alleen het is een lastige hoek om te scoren. En goede redding van Martinez. En we scoren in de laatste minuut. Hele goede doorkopbal van Sterling. Korte hoek. Bam. Ik heb gemerkt dat het L1 driehoekje, hoog door de lucht steekpas, is aardig goed. Daardoor komt deze ook doelpunt ter stand. Kijk maar. Hoppa, deze doorsteek. Hop. Want ik merk, als je L1 driehoekje doet, dus steekpas
bal door de lucht, lokt hun speler aan in die lucht. Waardoor hij uit positie is gezet, waardoor je kan scoren. Dus we gaan 2 om 0. Hoppa, we hebben de eerste rank binnen. En op weg naar game 3. Kijk, we gaan 2 om 0. Beter, ik had niet verwacht dat het zo goed ging. Ik had verwacht dat ik 1 om 1 ging ofzo. En 2 om 2, 3 om 3. Of 1 om 2, 1 om 3, 2 om 3, 2 om 4. Maar prima, we hebben nu voor dit is binnen. Hoe je bent verkeerd. We hopen dus minimaal 6 te halen. Ja, nou, we krijgen zelfs bij 4 winst een team in de week pakket. Maar hier krijg je 11 keer 81. 11 keer 80. 7 keer 70. 7 keer 77 plus hier ook. En hopen eigenlijk het liefst 8 winst voor de nee, 9 winst is dat zelfs. Maar goed, we gaan kijken. We willen minimaal 6 hebben. Dan gaan we uit. En dit is de game nummer 3. Helaas verloren. Hij was beter, alleen ja. Ik heb nu gemerkt dat Ta niet goed genoeg is. Ta is te traag en die geeft te veel ruimte over. We komen 1-0 achter, Kick of Glitch. Heel goed trouwens hoor, maar Kick of Glitch slaat helemaal nergens op. We gaan prima 1-1, hij maakt hier een fout. Paas het heel snel. En in één keer. Kan we dan 2-1 achter. Ja. Ik had. En de kip. Ik maak de keeper bewegingen. Dan de goede. Ja, oké. Okay. Oh, de 2-2 wordt niet gekeken. Oké, okay, hij maakt de 2-2 voor rust nog. En hier gaat hij heel goed weg. Ta is te traag. Ta is te traag. Die gaat ook opeens naar rechts. Terwijl ik al geswist ben. Maar goed. 4-2. Ja, ik maak hier een fout. En maakt hij goed. En dan maakt hij hier nog 5-2. Hij was gewoon beter. Helaas. Soms heb je dat. Game nummer 4. We hebben 2-1 gewonnen. Had al langs 6-1 moeten zijn. Echt, we hadden echt dit makkelijk over de lijn gaan. Maar ja, dat krijgen we niet. We hebben 21 schoten op doel, hè. En allemaal met de 18 in de 16. Ja, zijn keeper redde hem of mijn speler scoort gewoon niet met pijst en wiekvoet. Maar goed, we hebben gewonnen. Dat gaat erom. We kwamen 1-0 voor. Met Saka. Maar kijk, hoppa, Trossa. Hier. Net niet. Ik had hem verwacht dat hij zou scoren. En toen kreeg hij een kansje. Van afstandsschot volgens mij. Ja, dat. En maakte 1-0 bij de corner. Het verschil wel dat mensen met finesse shot hebben. Saka heeft de grijze finesse shot. Maar dit had moeten scoren. Hoe krijg je dit niet op doel? 5 staat wiekvoet, hè? Dat hij je blok prima. Maar kijk hier. Waarom niet met 5 staan aan goed? Prima. Krijg je ook weer een kans. Buitenkant voeten was doelpunt geweest. Schiet hij met andere voet. Met links volgens mij. Ja. Maar goed, 2-0. Iwobi. Paas Saka. Korte hoek. En hij kwam ook met 2-1 terug. Foutje van mij. Hij maakt goed de doelpunt. En de laatste kans. Weer een groot kans. Ja. Misschien moet ik vaker finessen. Goed. We gaan 3 om 1. Dat is mooi meegenomen. En we hebben de vijfde wedstrijd verloren helaas. We hadden dit 8 moeten winnen. Maar ja. We maken onze kans niet af. We krijgen de 1-0 achter door een... Nou, dus we krijgen niet eens te zien. Dit is de power shot van Hamsik. We krijgen 2 keer te zien. Keeper doet niks. Power shots zijn echt overpowered. Zo zie je maar. Hij heeft de minder kansen. Tweede helft. Hij heeft 2 kansen gehad. Krijgt eigenlijk 2 doelpunten.
Mijn kans kreeg ik niet af, helaas. Op weg naar pot 6. En bij de zesde pot winnen we met 4-2. En we krijgen een berichtje. En we gaan... En, maar goed, we hebben 4-2 gewonnen. Ik heb een berichtje. De eerste keer in jaren heb ik een goed berichtje gekregen. En we kwamen 1-0 achter, of nee, 1-0 voor. 1-0 voor, maar door de Trossard. Goeie paas, goede R1 dribbel hier. En rustig wachten en dan boom. En dan krijgen we een penalty tegen. Belachelijk hoe dat ging. Maar goed, een penalty tegen Saka met een mooie actie. Knijterhard hoog in het doel. Daarna met de 3-1. Beetje geluk hier. Hij wil terugpassen, moet je nooit doen in zo'n situatie. Altijd een rondje drukken, nooit kruisen. En dan maken we die 4-1. Dat is wel een heel rare doelpunt, maar afstandsschoten. Boom. En hij komt 4-2 terug. Doe een hele goede dribbel aan de zijkant. En in cap in en een tap in blok. En dan winnen met 4-2. Het is uiteindelijk wel terecht dat we gewonnen hadden. Alhoewel ging Rabi gelijk op qua als je verwachte doelpunten ziet. Maar we hebben 6 schoten tegenover 3. Dus hij kan nooit meer naar 4-3 goals scoren. Maar goed, we hebben 4-2 gewonnen. 4-2 gaan we in de Weekend League. Pot 7 is ook klaar. We winnen met 4-3. We gaan 5-2. Prima. Nog 1 win voor onze minimale doelstelling. 6 winst. Maar de eerste pot was heel moeilijk. Ik kwam er niet goed in. We kwamen snel 1-0 achter. Als we alle doelpunten mee gaan kijken. Hier. Ik zat echt dan niet in. Hij gaat dwars door de keeper in. Zie dat? Hoe dan? Maar goed, 1-0 achter. We kwamen niet goed in. En 2-0 daarna ook. Heel goede actie. Heel goed vrij gespeeld. Er een dribbel. Door de hart van de verdediging. Daar komen we terug. Hier, mooi. Fout van hem. En weer in de korte hoek. Boom. Volledig hard schieten. Dan krijg je wel hun weer een kans. Heel goed vrijgespeeld. Ik stap er voor me te veel in. Hij maakt een power shot. Slechte keuze van hem. Hij moet door moeten lopen. Goed, daarna maakt het 2-2. Heel goed. R1 dribbel. Beetje geluk. Heel veel geluk. En dan een korte hoek. En toen kwam het direct aan 3-2 achter. Door troebel. Niemand kon helpen. Ja. En dan staan we 3-2 achter. Maar gelukkig Bruno Fernandes uit een corner. Keeper komt uit, maar waarom? Zijn speler kopt de mij toe en dan is het klaar. Geluk, maar een fout van hem. Het is gewoon een fout van hem. En dan maakte de 4-3. Dit is een hele mooie actie. Deze paas, hoep. Hij bewoog zijn keeper, ik wist het. En de 4-3. Gaan we nu 5-2. Nou, we zitten potje 11 alweer. We hebben het voorgespoeld. We spelen nu op zondag. De gameplay is echt soms niet heel goed. Maar goed, ik ga nu 6-5. We gingen 5-2, begonnen we aan de zondag. We verloren eentje op panels. We verloren eentje terecht. Die was heel goed. Dus ja, die was echt kansloos. En de andere was, ja... Er ging niet hoe ik wil spelen. En deze wedstrijd winnen we. Want hij reserveert direct naar 1-0. Maar goed. Hier maken we een mooie paas met Saka. Finesse shot. Boom. En we gaan nu 6-5. En
laten we hopen. We hebben in ieder geval een minimum gehaald wat we willen halen. Dat is 6 winst. Zeven winst is dat beter? Ja, als ik 1 winst haal, heb ik in ieder geval 2 pakketjes van een walkout. Ja, wat is het verschil tussen die en die? 11 keer 81. Hier heb je 10 keer 82. En 15 keer 81. Dus hier krijg je een extra. In plaats van 7 keer 7. 7 keer 77 plus. Krijg je een 10 keer 82 plus. En 15 keer 81 plus. In plaats van 11. En 2 team of the week perks. Oké. Een leukste, een mooiste zijn wat er 8 winst halen. Uit 4 wedstrijden. Op zich moet dat lukken, maar je weet het niet. Tot de volgende game. En we hebben de 7 winst. De potje hiervoor heb kansloos verloren. Hij was beter. Ik kies alleen maar momenten uit waar ik goed in speel. Of waar close in zit. 3-0, dit was echt. Dit was de slechtste tegenstander die ik gehad heb in de hele weekend. Of überhaupt in de hele IFC. Maar we kwamen heel snel 1-0 voor. Dat is een beetje geluk, maar had ook moeten. Oh ja, leuk. Leuke voorbereiding. Echt, de hele gameplay is echt. Raar. Zie je maar weer. Oké, 1-0. Nou, ik kan hem niet laten zien, want. Oké, 1-0. Ik schoot. Ik kwam er doorheen. Ik schoot via de paal. Eruit. Kaaste weer terug. Krijg je hier ook te zien. Ja, hier krijg je wel te zien. Hij maakt een fout. En ik krijg de bal voor de voeten. En ik scoorde 2-0. En de 3-0 van Trossard ook weer. En ik kan hier weer niet meer zien. Echt. Oh ja. Steekpaas. R1 dribbel. En buik en voet. In de verhoek. 3-0. We gaan 7 om 7. Dus 7 winst. En liefst nog 1 potje winnen. En dan hebben we de 8 winst. En de laatste game. Voor de 8e win hebben we gewonnen. En we hebben 8 om 7 gehad. 8 winst. Het is wat het is. Deze was ook relatief moeilijk. Nou, ik deed mezelf moeilijk. We kwamen 1-0 voor. Door Trossard volgens mij. Omdat hij een fout heeft gemaakt. Ja, Trossard. Oh, nee, een hele goede paas. Hoppa. En dan Verhoek. En we kregen kans op kans. Corner, of de vrije trap. Ging er niet in. Helaas. Saka. Ja. Nee, dit was geen echte kans. En hier maak ik fout. Weer een fout. Voor mij. En dadelijk krijgt hij de kans. Maakt hij 1-1. Hij krijgt hier wel kans. Hij was hier de betere. Alleen hij heeft hier finesse shot. Net niet. Gelukkig maakt hij hier 2-1. Goeie voorzet van Kamavinga. En korte hoek voor Osimhen. En dan 3-1 was de beslissing. Saka komt door. Ik zag hem vrij staan. Osimhen. En 3-1. Dus dat betekent we hebben 8 winst kunnen halen. Dat is toch netjes van mijn eerste weekend league. Dus hier zijn we de rank 6 geëindigd. Dus 8 winst. We krijgen daar 1 pack van 10 keer 82 plus 2 team league packs, die bewaren we voor een tijdje. 2 68 plus pack en een 15 keer 81 plus 30k coins. Dus niet al te al niet te slecht. Had dat liefst hier kunnen hebben. Had die penalty shootout kunnen moeten winnen. Maar ja, hey. Alhoewel, hier krijg je maar 1 team league pakketje.
In plaats van krijg je de 2 bij winst 8. Dus je ruilt een Team Week pakket in voor een standaard hero. En een... Ja, of... Ja, dit kan beter zijn. Maar kan ook rank 8 kan beter zijn vanwege de Team Week in zit. Extra. En die Team Week pakketjes zijn voor vandaag. Voor de actieve. En we hebben andere pakketjes trouwens. Voordat we het verder gaan. We hebben de teamwinst van de Weekend League. Totaal 14. De quali doet ook mee. Krijg je een 82 plus. Maar we hebben ook een belangrijke. De seizoen overzicht. We hebben Traoré. We hebben aardig wat. Krijg je het XP van. Ja, ik denk dat je XP krijgt van de Weekend League. Maar goed, 2 keer 85 plus. Netjes. 3 keer 85 plus. De 2 keer 86 plus. Dat is een dubbel workout sowieso. Bill. En Adama Traoré. Dat is ideaal voor vorderig later. We hebben bijna het seizoen voltooid. Oh nee, we krijgen geen niets. We kregen XP van spelen. Van dit. Ik zie nu nadenken, dit. Daar kregen we XP van. Moet nog 5. Dan hebben we het seizoen voltooid. Is op zich prima. We gaan even kijken naar de winkel. Gaan we kijken wat we krijgen uit ons pakketjes. We hopen op. Op Arsenal spelers. Het is een 82 plus. Het is een spits. Dus Jovic. Nee, Vlahovic. Die hebben we al. Vlahovic. Jovic is minder. Was die tradable of niet? Nee, maar gemaakt uit. Het ideaal. Je kan Oost slaan. We gaan. Deze 10 week pakketjes bewaren we. Uit actieve 10 week pakket. Alleen Trossard zit erin. Maar ja, we hebben al een Trossard. En we hebben nog een pakketje. Hier, 82 plus. Ook voor de actieve. Dus die gaan we niet openen. Welke is tradable? 10 keer 82. Het is geen walkout. We willen graag. Wel Dragos in Isaac. Oeh. Dit is op zich een. Prima. Pakketje. Sowieso 15k. Isaac is. Ja. Daar. Die kan beneden. Die kan omhoog. Die omhoog. Bailey. Is hier wat water? Nee. Die kan beneden. Dus op zich 20k aan pakketjes. Prima. Uiteindelijk komt het uit op. Coins. Even kijken, wat gaan we doen? Nee, we gaan de 15 keer 81 doen. Ja, de 1581. Het is een walkout. Het is een rechtsachter, het is een Duitse Kimmich. Het is geen dubbele walkout. Walker. We hebben Walker. Dat is op zich niet slecht. Kaartje. We hebben geen Arsenal spelers kunnen pakken. Ook niet oud. Nee, ook niet. Maar goed, niet zoals hij weer geen slecht pakketje met Walker in. Dan gaan we naar de zeldzame 86 plus. Het is sowieso een walkout hoe je bent of keert. Het is centerback, het is Braziliaan. Het is Prem, we hebben Gabriel. We hebben onze eerste, sinds lange tijd, een Arsenal-speler. Alleen, we moeten wijd op rechtsachter. Nice. Hij is kal, terwijl de pakketje haar heeft. Maar goed, we hebben Arsenal-speler, daar gaat het om. Nice. De collectie gaat groter worden. De volgende 86 plus. Het is een vrouw, zie ik. Diani. Niet slecht trouwens. Geen slechte rewards. Voor mijn eerste Weekend League. Diani, 88.
goede subsub, als je hem wil gebruiken. Is hij wat waard? Nee, 18k of zo. Maar prima. Misschien doe ik dat icon pakketje wel. De 2x85 plus. En deze bewaren we. Ja, oké, nog 3 pakketjes. 2x85, er is geen walkout. Juist, dat bedoel ik. Volg je ook al? De uit de 4x84, 3x84. Allemaal geen walkout. Een 3x85. Het is wel een walkout. Is rechtsachter. Engels. Trent. Het is geen dubbel walkout. Als er maar een Marino in zit. Nee. Zoals ik zei, doelstellingen pakketjes zijn echt bagger. Ze hebben dat echt geneurd. 100%. Maar goed, en de laatste pakketje. 2x86. Als je deze video leuk vindt. Met al die highlights van wedstrijden. Zet het, geef een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Onze eerste Weekend League 8 om 7. Is redelijk goed voor mijn team. Met dit team die ik nu aan het spelen ben. Dit team. Niet altijd de allerbeste, maar Arsenal spelers. Op zich is die niet heel slecht. Saka doet het erg goed. Bruno doet het goed. En Trossard doet het ook relatief goed. En dan gaan we nu kijken of we Ødegaard kunnen pakken. Of Reis. Want Reis hebben we gekocht. Het is een Rus. CVM Duits is Arnold. Alleen wie is die andere? Dat betekent wel minder kans hebben op Ødegaard. En oké. 2x86 weer, hè. Het is gewoon twee echt. Dit is van de doelstellingen. Ze hebben de doelstelling expres naar beneden gehaald om te lokken. Luister, kijk. 2x86 plus. En hierdoor. Maar goed. We hebben wel een rust kunnen pakken. En hierbij zeg ik altijd bij van lachen. Ciao, ciao.